Nou, ik weet niet Ed, maar het wordt weer heel erg warm vanaf donderdag. Schijnt, hè? Echt 35 graden geloof ik. Tropisch gaat het worden. En de vraag is dan, ik heb dat ook, 's ochtends sta ik voor de kast en denk ik, wat doe ik aan? Iets liefst wat zo min mogelijk om het lijf heeft, letterlijk zeg maar. Maar ja, kan je nou op je slippertjes en je korte broek naar je werk? Dat is een beetje de vraag. Is leuk voor op de camping, maar of je collega's er nou zo blij mee zijn, ja. dat is natuurlijk een ander ding. Vandaar dat we Jolanda Lempers van Change of Style hebben uitgenodigd. Zij is dus styliste. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent al heel vaak geweest. De hamvraag. En Ed zei ook, dit is helemaal mijn ding. Ed? Helemaal mijn ding. Ik ben heel goed met kleding. Eén keer per jaar naar de stad en dan heel veel kopen en dan... En dan helemaal kapot dragen, zeg maar. Dat is een beetje mijn ding. Maar ik ben 1-0 oor. Ik hang aan je lippen. Kan je korte broeken aan naar je werk? Nee. Nooit? Eigenlijk niet. Nee, ja, het hangt ook wel een beetje af van de werkomgeving. Kijk, als je de traditionele werkomgeving hebt van accountants, advocaten, dat soort mensen. Nou, die zeker niet. Dat is echt nadan. Die hebben meestal ook echt kledingcodes. Dat ook al vallen de mussen van de daken af, je hoort gewoon in pak te komen. Voor de dames is het nog erger. Dan hoor je gewoon nog zelfs een dunne panty te dragen. Die willen gewoon echt geen bloot zien. Zit je in wat creatievere omgeving zoals jullie zitten, dan kan natuurlijk veel meer. Maar de regel is eigenlijk, alles wat je op een zomerse dag naar het strand aandoet, is niet geschikt voor kantoor. Oh. Oké, dat is een beetje dus de stelregel. Dankjewel, Jolanda. Tot de volgende keer. Goed, ja, ik zat hier dus vorige week in mijn korte broek. Ja. En ik zei nog van, ik had ook toevallig wel een lange broek meegenomen in mijn tas. Hè, want ik wist gewoon van, ja, dadelijk zeggen ze van, nou, dat kan het niet, weet je wel. En dan zit ik daar, weet je wel. Ja. Dus, maar toen zeiden jullie van, nou, het kan wel hoor. Je kan wel gewoon hier bij TV West, Radio West, met een korte broek gewoon op de buis verschijnen. En op de radio hoor je dat toch niet natuurlijk. Maar nee, ik voelde me toch wel een beetje ongemakkelijk. Nou ja, te veel bloot. Aan de ene kant, het kan voor jezelf ongemakkelijk zijn. Omdat, niet iedereen heeft goede benen, zal ik maar zeggen. Dat is ik een wel natuurlijk. Daarnaast, vaak op kantooromgevingen zie je dat de airco zo hard staat dat je, je bibbertje helemaal echt suf. Nou, er is niks vervelender dan dat je gewoon koud de hele dag op kantoor zit. En daarnaast is het ook nog eens een keer zo van, je wil ook niet aanstootgevend zijn. Kijk, waar is de grens, hè, van kort? Ja. Kijk, ik vond Ed ontzettend aanstootgevend vorige week. Maar Jolanda, misschien dan de belangrijkere vraag, wat gaan we dan wel aan doen als het zo ongelooflijk warm is? Ja, als je kijkt naar dames, kijk, jurkjes, absoluut heerlijk. Ga gewoon lekker voor een zijde of iets met een linnen erin. Dat zijn gewoon hele natuurlijke stoffen die ademen. Maar zorg ervoor wel dat je bedekt bent. Je wil niet te veel décolleté. Je wil ook niet te veel blote schouders. Omdat de mannen in jouw werkomgeving moeten ook nog kunnen functioneren. Dus ik wou net zeggen, ik zie niet zoveel bezwaren. Ik hoor alleen maar pluspunten. Ja, niet iedereen kan daar heel goed tegen. Dus als je ook nog eens een keer in een zakelijke meeting zit. Stel, jij zit tegenover iemand die wel gewoon echt in een jasje zit. Of gewoon heel degelijk gekleed is. Dan voel je jezelf ook zeer ongemakkelijk. Dus geen spaghettibandjes voor de dames? Nee, absoluut niet. Dus wat dat betreft, ik heb even een paar dingen meegenomen waarvan ik zeg, dat is your best friend met warm weer. Zorg dat je altijd gewoon iets van een sjaaltje bij hebt. Oh, weet je, we gaan even een cliffhanger ervan maken. Oh, we gaan het sjaaltje en de andere dingen die je bij hebt zo meteen bespreken. Oké.